Echte halve stunde. Ja, daar zijn wij mee begonnen. En we hebben hier vandaag live in de show voor de verrukte halve stunde. Veldhuis en Kemper. Ja, nog steeds. Jawel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben net al een klein voorproefje gehad van... Zit het in de show ook, overigens? Ja, ja, er zit, een van die dingen die ik wil doen voordat ik volwassen word is meedoen aan de RTL imitatiefactor. En daar komt deze leef voorbij. Ja. Ja. Heb je opgegeven of niet? Nou, dat doe je niet meer, want ik ben echt te bang dat ze zich niet omdraaien. Maar het liefst zou ik het wel doen, ja. Oké, Freek de Jonge dus. De leven na de kunnen dood. De mensen thuis ook meedoen? De mensen thuis kunnen ook meedoen, denk ik. Oh, en in de file natuurlijk kunnen ze ook allemaal meedoen. Ja, oh ja, dat stippen we dan even aan. Zullen we gewoon beginnen? Nou, beginnen jullie eerst maar even. Dan moeten jullie maar even aangeven wat het moment is dat je denkt van nou, hè, ja, tussen. Ja. Dames en heren, hier zijn zij dan. Live in de ochtendshow. Veldhuis en Kemper. Ja, ja. Het idee achter dit liedje is dat ongeacht welke religie je aanhangt, er leven na de dood is. Dus het maakt allemaal niet zoveel uit wat je doet. Bijvoorbeeld maak eens een selfie in de auto met je ogen dicht door rood. Er is leven na de dood. Nou, iedereen helder en het is de verrukte halve stoende. Dus we hebben een versie van een half uur gemaakt. Succes. Daar gaan we. Stap gerust als gele Piet in Gouda van de pakjesboot. Er is leven na de dood. Neem eens iemand met ebola een kwartiertje op je schoot. Er is leven na de dood. Na de dood. Ja, wacht even. Het is misschien wel leuk als de mannen van de ochtendshow ook na de dood gaan meezingen. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven na de dood. Het is heel simpel, begrijpt iedereen? Ja. Goed, gaan we door. Deed je het goed met Zuid-Korea, maar het voor ons zowat verkloot. Er is leven na de dood. Regel net als Frank Masmeijer een transport van kook per boot. Er is leven na de dood. Komt ie weer? Na de dood. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven na de dood. Volgens mijn vader in de hemel is het alle dagen feest. En mijn vader kan het weten, want die is er geweest. Maak een filmpje met Dave Roelvink, hoe je hem een jobje bloot. Er is leven na de dood. Bijt als laatste daad van weerstand, Jihadi John hard in zijn kloot. Er is leven na de dood. 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 Er is leven na de dood. Heb je je doodsangst overwonnen, dan is het alle dagen feest. Dus vandaag maar vast begonnen, want voor je het weest ben je er geweest. Krijg je een Marconi Award en ach, dus heel het vakje groot. Nou dan weet je, er is leven na de dood. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven na de dood. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven. Er is leven na de dood. Veldhuis en Kemper. Die verrukte halve stunde. Oh, heerlijk. Ik zou bijna zeggen, kunnen jullie dit niet wekelijks komen? Ja, leuk. Hier, maar, ja, nou, ze zijn zo duur, hè? Onbezoldigd. Ze zijn onbezoldigd.